Veel te doen op de beurs deze week. Veel bedrijfscijfers. Het gaat de hele week door. Druk, druk, druk. En dat kun je allemaal volgen bij de aandeelhouder. Laten we eens een aantal van die bedrijven onder de loep nemen. Het begon gisteravond met Fugro. De bodemonderzoeker zou donderdag pas met de cijfers komen, maar maakte die gisteren al bekend. En de reden daarvoor was dat ze meteen een kleine emissie wilden doen. Fugro heeft de financiering anderhalf jaar geleden behoorlijk op orde gebracht met een grote emissie claim van 250 miljoen, maar dat bleek eigenlijk net onvoldoende omdat er nu een hele grote obligatie uh, aankomt. Die loopt af in 2024 van 100 miljoen. Maar daar zat een addertje onder het gras omdat de houders daarvan al eind dit jaar, in november, hun geld terug mogen vragen. Nou, daar moest uh, Fugro iets op bedenken. Je kunt je voorstellen dat met de oplopende rente het iets lastiger wordt om geld uit de markt te halen. Uh, dus de keuze tussen of die obligatie nu alvast doorrollen, dan wel uh, uh, aandelen uitgeven. Ja, dan kijk je naar het de, 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 de aandelenkoers zelf. Was mooi opgelopen natuurlijk. Het gaat ook goed met Fugero. Operationeel gaat het heel erg goed. Dus is ervoor gekozen om uh, in één avondje voor 10% nieuwe aandelen uit te geven. En dat is gelukt gisteravond op 11:25. Uh, is het betaald door een aantal groot aan, grotere aandeelhouders. En dat levert Fugero 116 miljoen op. Nou, met het geld gaan ze meteen al een deel van die obligatie uh, gaan ze terugkopen, 9 miljoen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk heel mooi. Ze hebben ook de overige financiering hebben ze, uh, uh, verlengd met twee jaar tegen een lagere rente. Dus uh, ja, je kan zeggen enerzijds een beetje verwatering, anderzijds uh, de rentelast lastig omlaag. Dus per saldo is dat een beetje een, een, een break-even. En dan moet je eigenlijk kijken hoe het onderliggend gaat met Fugro. En dat gaat heel erg goed, omdat zij met name uh, veel omzet nu halen uit de, de hoek van de windenergie. Windparken die op zee worden gebouwd. Daarvoor moeten zij veel werk doen. De klimaataanpassingen links en rechts. Daar komt ook veel werk uit. Dat is inmiddels die twee al goed voor 60% van de omzet. Nou, ze wilden eigenlijk minder afhankelijk worden van, van de olie- en gassector. En, maar goed, dat gaat ook weer lopen. Ik belde gisteravond even met de CEO, Mark Heijnen. En die vertelde dat. dat nu nog een beetje rustig is daar in die olie- en gashoek. Maar dat het er zeker aan zit te komen, met name in de, de, de uh, gasmarkt. Daar gaat heel veel gebeuren, omdat uh, eh, olie terugschalen, dat gaat wel gebeuren. Maar gas blijft de komende decennia een hele belangrijke uh, uh, energiebron voor uh, eigenlijk de hele wereld. Dus nou, dat fugro. Dus uh, emissie op 11,25. Operationeel gaat het best goed. Aandeel is ook wel wat afgekomen vanaf de, de 13, 14 euro naar... Eergisteren 12 en dus nu iets boven de 11. En dat is misschien wel een leuk instapmomentje voor een wat langere termijn. Kijken we verder. Vandaag, dinsdag, begon het al een beetje met, met veel bedrijfscijfers. Unilever kwam door, Randstad, Acomo, ooit nog in ons elftal, maar die hebben we gewisseld. Omdat we een ander aandeel de kans wilden geven. Nou, laten we die even langslopen. Unilever best goed, verrassend. Koers gaat ook wat omhoog, omdat Unilever via het verhogen van de prijzen. Uh, mooie hogere omzet heeft bewerkstelligd. Gaat wel iets te kosten van de volumes. Mensen kopen dan wat minder, maar omdat de prijzen zoveel hoger zijn. betekent dat toch voor Unilever dat het onderaan de schrijf, of eigenlijk bovenaan de schip bij de omzet. dat daar een hele mooie groei was. Nou, het aandeel is ook best al hersteld. Hè. Het stond even 40 euro in uh, maart. Met de Ruslanddip zal ik maar zeggen. Unilever lag best een tijdje onder druk. omdat uh, bedrijven een hele grote overname wilden doen. die door aandeelhouders slecht werd gepruimd. Uiteindelijk hebben ze daarvan afgezien. Ze zijn een beetje bezig uh, ja, te schuiven in hun, hun portfolio's. Ze willen wat meer af van eten en drinken, wat meer richting de wellness, richting de, 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 de personal care. Daar zit wat meer marges op. En dat groeit ook wat harder. Uh, dat was ook de bedoeling van die grote overname. Maar goed, daar wilden ze zoveel geld voor betalen dat veel aandeelhouders zeiden: van, Doe dat maar even niet. Uh, zeker niet in deze tijd. En uh, nou ja, goed. Ik denk dat met de, nu het uh, oplopen van de koers, er staat ook een uh, aandelen achter. Daar gaan ze in het derde kwartaal weer mee door. Dat de druk wel een beetje van de ketel is bij het management van Unilever. En uh, zolang zij die hoge prijzen kunnen handhaven, kunnen ze die kosteninflatie goed doorgeven. En zal ook de winstgevendheid behoorlijk op pijl blijven. Dan even naar Randstad. Dat is een bijzonder verhaal. Randstad had een recordomzet. Hele goede cijfers. Uh, ook... Winstgevend best goed. Uh, 1 euro en een stuiver winst per aandeel. Staan nu voor het half jaar al op een winst van 2,19 euro. Uh, dus dat komt dit jaar, denk ik, ruim boven de 4 euro per aandeel uit. Nou, dan sta, heb je het over 12 keer de winst voor een uitzender. Best goedkoop zou ik zeggen op dit niveau. Uh, ook al omdat Ransal een mooie dividendbetaler is. Maar toch gaat het aandeel vandaag wat omlaag. En dat heeft ermee te maken dat uh, Ransal natuurlijk een erg cyclisch bedrijf is. En uh, dat men. Toch wel verwacht dat er een recessie aankomt en dat dat ten koste zal gaan van, van de, de, de banenmarkt, natuurlijk. En dat het voor Randstad eigenlijk, euh, laten we zeggen, niet mooier wordt dan het nu is. Dus de toekomst wordt, wordt iets minder en daarom wordt het aandeel toch een beetje, laten het een beetje links liggen. Um, of dat terecht is, is natuurlijk een tweede, want de, de arbeidsmarkt is op dit moment heel erg goed. Heel erg krap eigenlijk. Dus er is heel veel werk voor Randstad. Dus ze doen er ook alles aan om de vraag vanuit het bedrijfsleven. Te matchen. Veel mensen moeten worden omgeschoold, bijgeschoold. Ze proberen ook met name in Nederland bijvoorbeeld om part meer te laten werken, meer uren te laten maken. Uh, dus de vraag vanuit bedrijfsleven is nog steeds heel erg sterk. Uh, was ook in juli nog steeds heel erg sterk, zei Randstad. Dus we zullen zien hoe ze dat ontwikkelt. De koers is al behoorlijk afgekomen. Dus mocht dit richting 40, 45 euro gaan, dan ligt hier zeker voor de lange termijn mooie kansen. Um, ander bedrijf, minder bekend, maar toch wel een leuk bedrijf: Acomo. Uh, Amsterdam Commodities heette dat vroeger. Uh, die zitten in de zadenhandel en, en uh, thee- en koffiehandel. Nou, dat ook hele mooie cijfers. Acomo heeft een grote overname gedaan, uh, nu al denk ik weer dik jaar geleden. Het um, bedrijf in omvang bijna verdubbeld. Ze hebben nu een, een uh, hele mooie omzetgroei van 15 gehaald. Ze zat een beetje mee met de, met de dollar ook, maar toch, zij zitten in een heel onrustige omgeving, want die voedselwaarden zijn natuurlijk ook allemaal duur geworden. Wat me wel een klein beetje tegenviel was de, de ontwikkeling van de winst. Die is wel wat hoger, maar is dat slechts een stijging in van 5%. En dat is, als die omzet zo hard omhoog gaat, dan had je daar ook wel iets meer mogen verwachten. Koers en aandeel doet niet veel vandaag. En dat betreft best wel een stabiel aandeel met een mooi uh, dividend ook. Nou, dat was de cijfers voor vandaag. Kijken we nog heel even vooruit naar de rest van de week. Komt echt heel veel aan. Ik heb hier een lijst met: nou, het is te gek om op te noemen. Vopa, KPN, AMG, Marel, Arcades, Mito. Shell, Ordina, Fastnet, Euronext, KLM, Signify, is te gek om op te noemen, Basic Fit zelfs nog. Heijmans pakt er een paar aandeeltjes uit waar we zeker naar gaan kijken. Shell, laten we die daarmee beginnen. Shell komt donderdag met de cijfers. Um, die cijfers weten we eigenlijk al, Dat is al bekend gemaakt door Shell. Uh, een maand geleden hoe het eruit zag uh, allemaal. Het gaat natuurlijk heel erg goed met Shell. Ze profiteren van de hoge olie- en gasprijzen. Uh, ze doen heel veel in handel ook. Daar verdienen ze heel veel geld. De raffinage marge waren erg hoog. Uh, gaat ook goed. En uh, dan is een beetje de vraag: wat gaan ze doen met al dat geld? Ben van Beuren, de CEO, heeft uh, vorige week in een interview met Reuters, meen ik, aangegeven dat hij de aandeelhouders beter wil gaan belonen. Nou, dat hoor ik natuurlijk graag. Uh, dan is alleen de vraag: hoe gaat hij dat doen? Hè? Uh, normaal gesproken zou je zeggen: het dividend kan wat omhoog. Dat hebben ze uh, twee jaar geleden uh, met Twee derde omlaag gegooid. Nou, dat, daar zit zeker ruimte. Dus dat zullen ze in ieder geval doen. Maar misschien niet te veel. Omdat je ook niet te hard dat dividend wil laten gaan oplopen. Uh, dus ja, dan zal het eigenlijk neerkomen op een heel groot aandelen inkoopprogramma Om die koers verder op te krikken. Uh, ze vinden de koers veel te laag. De koers is natuurlijk ook te laag. Met, uh, gezien de hoeveelheid geld die ze verdienen. Maar ja, het blijft wel een olieaandeel. En, en mensen willen toch nog steeds niet investeren in echte olie-gerelateerde aandelen. Um, wat kan Shell nog meer doen met het geld? Ze willen de schuld nog ietsje verder afbouwen. Daar zijn ze al een heel eind mee op streek, maar dat kan nog wel ietsje lager. En ze kunnen met geld natuurlijk zich een hele mooie manier inkopen in de nieuwe wereld, de, nieuwe, de energietransitie. Want uh, ja, met olie gaat het wel een keer omlaag straks. Uh, Gas voorlopig nog niet, maar Shell zal zich ook moeten, moeten omvormen tot echt een energiebedrijf. En daarom gaan ze ook investeren in bijvoorbeeld windpark en het leveren van energie bij de mensen. Thuis. Nou, Shell komt aanstaande, aanstaande donderdag. En wat ook komt donderdag is ArcelorMittal. En uh, even een slokje thee tussendoor. Mittal, die, uh, dat is ook een echt apart verhaal. Mittal is, uh, doet momenteel zo'n 23 euro op de beurs. Nou, uh, euro-dollar is ongeveer uh, 1 op 1 nu. Hè? Dus daar hoeven we ons niet druk over te maken. Maar Mittal heeft dus in de afgelopen anderhalf jaar, en dat reken ik dit kwartaal even mee. Dus. 2021, het eerste halfjaar nu, hebben ze opgeteld bij elkaar 22 dollar per aandeel verdiend. Dus ongeveer net zoveel als de beurskoers. Nou, um, voor het tweede kwartaal wordt een winst per aandeel van ongeveer 4 dollar verwacht, ietsje meer. Uh, ja. Die zit er al bij Dus dan is nu de vraag, hoe gaat het eigenlijk verder met dit bedrijf? Uh, we kijken heel erg naar de staalprijzen en de ijzeretsprijzen. Metal is niet... Alleen een staalbedrijf, maar uh, die haalt ook zijn eigen ijzerresten naar boven. De helft daarvan verkopen ze door een andere, en de andere helft die gebruiken ze voor zichzelf. Uh, je ziet dat de afgelopen maand met name de, de staal- en ijzerrestenprijzen behoorlijk zijn afgekomen, maar zijn nog steeds veel hoger dan voor de coronacrisis. En dus daar wordt nog steeds uh, ook op dit prijsniveau goed geld verdiend. Niet meer zoveel als het afgelopen jaar, maar nog steeds uh, 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 wordt daar behoorlijk geld verdiend. En ook hier zie je een beetje hetzelfde als bij. Randstad, dat die koers min of meer onder druk ligt omdat men denkt dat er een recessie aan zit te komen. En dat dan de prijzen nog verder omlaag zullen gaan. Dat dan de vraag achteruit gaat naar staal, dus de eindvraag. Dus dat zit ook een beetje in de koers. Ja, tegelijkertijd zie je, dat hoor je ook van andere staalbedrijven die eerder deze week al, al de cijfers bekend maakten. Dat bijvoorbeeld staal vanuit de automarkt heel erg goed gaat. Dat daar de vraag groot is. Dat ook infrastructuur... De komende jaren uh, ja, dan gaat heel veel gebouwd worden. Dus ook daar zal de vraag naar staal wel, wel in ieder geval robuust blijven. Dus het wordt een, een, uh, ja, een dubbeltje op zijn kant met ArcelorMittal van hoe gaan die cijfers ontvangen worden. Gaan we kijken uh, naar puur wat er verdiend is. En, en uh, wordt er echt een recessie ingeprijsd? Of heeft de markt ook oog voor eventuele vraag naar staal de komende jaren vanuit bepaalde sectoren die wel goed gaan? Nou, zullen we donderdag zien. Mittal zelf heeft ook altijd een, 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 niet erg een, een, uh, uh, een outlook waar je, waar, je, waar je jaren mee vooruit kan. Altijd moeilijk in te schatten hoe het gaat met de staalvraag. Maar uh, er wordt wel degelijk heel veel geld verdiend daar. Dan heb ik nog één laatste voor vrijdag. Dat is Heijmans. Heijmans komt vrijdag met de uh, halfjaarscijfers. Nou, wordt ook wel uh, spannend, denk ik. Um, je zegt dat de bouwers de afgelopen jaren heel veel geld verdiend hebben aan de woningbouw. De woningmarkt is natuurlijk heel erg goed. De vraag naar de woning is hoog in Nederland. Wordt, uh, ik kan niet zeggen dat er veel gebouwd wordt. Maar er gaat veel gebouwd worden, is de bedoeling. Alleen de hypotheekrentes zijn behoorlijk opgelopen. Dus de, uh, de huizenmarkt als. Als zodanig wordt toch wel ietsje minder. Je ziet dat er uh, minder verkocht wordt. Dat uh, de topprijzen die we gezien hebben het afgelopen jaar. dat dat wat afkomt. Um, nou, dat is de ene kant. En aan de andere kant zie je ook dat de bouwkosten oplopen. Dus natuurlijk behoorlijke inflatie overal. Je ziet ook dat het personeel schaars is. Dus uh, ja, de loodgieter en de stukken door. die moeten beter betaald worden. En uh, dat betekent dat aan weerskanten van de equation. dat, dat uh, van de vraag- en aanbodkant. dat de Moeilijker is voor de bouwers om nog mooie winsten hier te maken. Hoe moeilijk, dat, uh, dat horen we dan wel van Heijmans aanstaande vrijdag. Uh, er komt nog wel een extraatje bij, en dat is dat Heijmans in een rechtszaak is verwikkeld met Tenet over een oude, oude zaak, affaire van een aantal jaren geleden. En daarvoor heeft Heijmans al te veel gereserveerd in een eerder stadium. En daarvan komt een deel terug. Dus. Uh, op papier zal die netto-winst behoorlijk gaan meevallen. Maar um, nou goed, hoe het dan verder uitpakt, dat zullen we vrijdag zien. Nou, um, wat ik zei, er komen heel veel bedrijfscijfers langs, te veel om op te noemen. Volg vooral onze website, www.aandeelhouder.nl. en dan blijf je vanzelf op de hoogte van alles wat er speelt op de beurzen.